nog heel even opnieuw jullie welkom heten en dat doen we dan voor de televisie. Want dit is Omroep Land van Kuik. Dus alle mensen in de regio Kuik kunnen jullie straks ook zien. Dus laat je van je beste kant zien, zou ik zeggen. Hè? Oké, nou, dit zijn kinderen van basisschool De Weierwereld uit Boksmeer. En samen met hun en de IVN en MSD hebben wij hier een prachtige proeftuin aan mogen leggen voor de bewoners van Madeleine. En ook voor alle mensen uit de wijk die het leuk vinden, maar natuurlijk ook voor de kinderen om wat te leren over de tuin. En dat gaan zij vandaag voor de eerste keer live doen. Dus wij wensen jullie een hele fijne ochtend. En we hopen dat jullie er ook wat van opsteken. En dan zien we jullie graag daarna ook nog een keertje. Maar voor nu in ieder geval heel veel plezier. Okay. Ja, we zijn hier in Madeleine in Boksmeer en we staan bij... De proeftuin van Madeleine. Ik ben José de Jonge van IVN Brabant. Hoe is het idee ontstaan om hier de proeftuin te maken? De proeftuin is een soort voedselbos. Hè. Er staan alleen maar planten in waar je van kan eten. En ons idee was om dat bij zorginstellingen aan te planten. En MSD is onze financier. En zij wilden die proeftuinen in plaatsen waar zij locaties hebben. Dus nou, dat was Boksmeer, dat was Oost, dat is Haarlem, is er ook heen gekomen. En zij hadden hele goede connecties met Madeleine. Dus nou ja, toen was het gauw bekeken. Merk je nou ook dat de bewoners dit geweldig vinden? Want veel bewoners, oudere bewoners, hadden vroeger toch ook een tuin thuis? Ja, ja. Maar dit zijn, Madeleine is anders dan heel veel andere instellingen. Want dit is geen instelling voor mensen met dementie. Het is een instelling voor mensen die tijdelijk even wat extra zorg nodig hebben. En wat ik begreep, er wordt hier al heel veel gebruik van gemaakt. Dus dat mensen gaan zitten op bankje, een beetje kletsen, een beetje onkruid wieden. Dus dat gebeurt, dat is geweldig. Ja, dan wou ik net vragen, wie doet het onderhoud aan de tuin? Ja, dat is aan Madeleine zelf. Dus het is aan hun om te kijken van wie kan dat doen. Zullen we daar een speciale vrijwilliger voor vragen? Of zijn het een groepje mensen die dat willen doen? Maar het is wel goed dat er mensen zijn die zeg maar, de regie hebben over de tuin en zien van, oh nou is er wat meer onkruid of nou moet het wat water hebben. Zo'n eerste jaar, het is pas in april aangeplant, dus het staat er allemaal nog maar net. Moet er toch ook opgelet worden dat de boel niet verdroogt. Het is wel goed dat er een aantal mensen zijn die zeggen van, nou ik ga daarvoor zorgen. Nou, ja. Hartstikke mooi hè. Ja. Het initiatief, is dat nu pas of was dit al eerder landelijk zonder dat MSD erbij betrokken was? Nee, deze drie tuinen, dat zijn de eerste in Nederland voor zorginstellingen. Dus dat is echt heel recent. We hebben de primeur. We hebben de primeur, ja. Het is wel zo dat door corona is het wel heel erg vertraagd, het project. Maar ja, toch de primeur. Nou, dan zou ik zeggen een vruchtbare tijd, want ja, dat is nodig. Ja, hè? En ja. Succes met alles. Ja, dankjewel joh. Fijn. Op zoek naar verandering. Ja, maar we gaan niet in die tijd. We gaan op zoek naar bijvoorbeeld de dropplant. Wist je dat die bestond, de dropplant? Ja. Ja? Nou, als jij denkt van ik vind het best in die tijd, gaan naar de dropplant. En die heb je gevonden, dan kom je terug. En dan kijk ik maar even of het goed is. Bij heel veel planten, en vooral kruiden, rozemarijn en salie, kun je een beetje wrijven en dan ruiken. En dan komt er een geur vrij. En die geur die zegt wel niets over het plantje. Want er is bijvoorbeeld een dropplantje, maar ook een cola-plantje. Cola? Dus, of je pakt een kaart en je gaat op zoek naar de plant die op jouw kaart staat. En dan kom je dadelijk wel weer terug met de kaart natuurlijk. Of je gaat gewoon zelf eventjes neus en kijken waar de plant er zo al is. Ja, we staan hier bij een van de, ja, van de jonge heren die meedoen vandaag. Hoe is het om in de tuin te werken? Nou, het is wel leuk om te doen. Hé, dan vergeet ik helemaal jouw naam te vragen. Wie ben jij? Ik heet Milan. Milan. En Milan, woon jij in Boksmeer? Ja. En hebben jullie thuis ook een tuin? Ja. Werk je dan ook wel eens in de tuin thuis? Ja, op zich wel. Vind je het leuk? En wat vind je het leukste om buiten in een tuin te werken? Nou, dat het in de buitenlucht is en omdat het wel een leuk klusje is.
Nou is mijn vraag natuurlijk, in een tuin groeit van alles, lus je ook alle groenten? Ja. Oké, dus het is wel waar dat jij in een tuin bereikt. Ja. En doe je wel eens, heb je ook fruitbomen toevallig? Dat niet, maar we hebben wel thuis allemaal planten. Ah, kijk, en daar zitten ook vruchten aan. Ja, en, zo, en de meeste kun je ook wel eten. Ja. Heb je misschien interesse om later tuinman te worden? Iets in groen? Ja, vind ik wel leuk. Nou, dan komen wij jou misschien wel over 20 jaar tegen en dan met een groen pakje aan, dan ben je ergens de tuin aan het renoveren. Ja, dat zou kunnen. Hé, hey, Milan, veel plezier vandaag, hè? Ja. Hey, succes, hè? Ja. Yeah. We staan hier bij een van de tijdelijke bewoners van Madeleine. We staan hier bij... Jos Sporen, goedemiddag. Jos, de tuinen hier, het initiatief van het IVN, wat vind je ervan? Nou ja, ik vind het aanleg van de tuin vind ik een zeer, zeer mooi, de moeite waard. Het is natuurlijk ook voor de bewoners om eens te kijken iedere dag hoe het gewas zich ontplooit. En ja, we zien de verschillende producten hier. De brombeer, zoals we zeggen, de boksmeer. De tomaat, de aardappelen. Het is mooi om te zien als je even naar buiten gaat met mooi weer. Hoe de planten de kop de lucht te steken. Ja, en de bewoners, de tijdelijke bewoners, mogen hier ook het onderhoud doen als ze willen. Dat is wel zeer gewenst. Maar ja, u ziet, er zijn mensen met verschillende gehandicapten. Met handicappen. Dat gaat niet altijd lukken natuurlijk. Hè? Maar die het kunnen, die doen hun best. Ja, dat moet ik zeggen. Dus eigenlijk is het een heel positief initiatief. Het is een positief initiatief natuurlijk. Het is ook leerzaam voor de jeugd. Die komen regelmatig te kijken. Ze komen bepaalde planten hebben ze toch wel in de gaten. Wat ze zeggen van, nou die plant wil ik wel eens kijken hoe lang die erover doet voordat die de vrucht afwerpt. En er zijn erbij die zeer enthousiast zijn. Ja. Nou Jos, ik zou zeggen, ik hoop dat er vluchtentijd komt en jij zelf ook weer een beetje kunt plukken. Ik heb de werkflessen klaarstaan, dus de tijd van inmaken gaat komen. Nou, succes ermee. Dankjewel hoor.